Hij krijgt de laatste tijd best wel veel vragen binnen over het nieuwe communicatiesysteem van Schubert. Dat in samenwerking met Schubert C4 of de R2 werkt. Dus in dit filmpje ga ik even kort uitleggen hoe je het SC1 systeem installeert. Wat de basisknopjes zijn. Hoe je hem koppelt met een ander systeem, een andere helm. En hoe je een Bluetooth systeem aansluit, zoals bijvoorbeeld een telefoon of een navigatiesysteem. Als eerst even de algemene bediening. Nou, ik heb hem al ingebouwd. Het is echt heel makkelijk. Makkelijker dan dit was het niet. Hierachter zitten twee schuifjes als het ware. Aan de ene kant gaat de batterij, aan de andere kant de module. Nou, je hebt twee soorten modules eigenlijk. De standaard en de advanced. Daar zitten wat kleine verschillen tussen. Zo is de standaard niet uitgerust met een FM-radio. De spreektijd iets korter en de afstand waarmee je kan blijven verbinden met een ander communicatiesysteem. Ook iets korter. Ik heb hier voor dit voorbeeld wel de standaard gebruikt, maar specifiek advanced instellingen komen ook terug in deze review. Tot zover het installeren. Zorg even wel dat je hem hebt opgeladen voordat je hem echt gaat installeren. Dat helpt in ieder geval. Nou, het aanzetten, daar beginnen we mee. Dat is 2 seconden de plus en de min tegelijk inhouden. Hallo. En dan krijg je dus een bevestiging van een stem die zegt hello en dan gaat hierachter gaat er een lampje blauw branden. Wil je hem nou harder of zachter, dat is plus of min, dat is natuurlijk logisch. En wil je hem weer uitzetten, dan is het 3 seconden de plus en de min tegelijk inhouden. Goodbye. Daarnaast werkt dit communicatiesysteem eigenlijk, ja, je kunt alles instellen met deze twee knopjes. Het gaat er even om hoe lang je ze inhoudt, dat is heel belangrijk. Bevestiging krijg je altijd door middel van een toon of door middel van een stem, een Engelse stem die de bevestiging van de instelling geeft. Dus je hoort altijd wel wat je aan het doen bent, dat is wel fijn. Daarnaast is er een soort van menu waar je in kan, waar je allerlei verschillende settings aan en uit kan zetten. En dat menu door 10 seconden op plus of op min te drukken. Nou, dat zal ik nu even doen. Configuration menu. Nou, na 10 seconden hoor je een bevestiging configuration menu. Dan zit je erin. En dan kun je door middel van elke keer plus kun je naar de verschillende opties doorschakelen. Phone pairing. Second mobile phone pairing. En als je die optie dan wil selecteren, als je dat wil instellen, dan druk je op min. En dan kun je hem als het ware aan of uitzetten bij door 1 keer op min te drukken. Exit configuration. Configuration exit. Tot dusver even de algemene bediening van het systeem. Ik ga nu wat meer vertellen over het pairen van je mobiele telefoon of van je navigatiesysteem. Ik pak mijn telefoon er even bij, die leg ik hier neer. En ik zal even stap voor stap eerst uitleggen wat we gaan doen en dan zal ik het ook even voordoen. Het eerste wat je moet doen is weer naar het configuration menu gaan en dat is dus 10 seconden plus of min inhouden. Afhankelijk van of jij de standaard of de advanced hebt, moet je, als je in het configuration menu zit, 1 of 2 keer op de plus drukken. Je hoort ook wat de stem zegt, dus je kan het ook horen of je 1 of 2 keer moet drukken. De stem zegt mobile phone pairing. Nou, als je daar dan op klikt, dan zet hij het Bluetooth kanaal open en dan kun jij met je mobiele device, je telefoon of je navigatiesysteem kun jij gaan verbinden. Zorg er wel even voor dat natuurlijk je Bluetooth van je mobiel aanstaat. Dat helpt wel. Dus ik ga het nu even voordoen. Eerst weer 10 seconden op plus of op min. Configuration menu. Nu zit je erin. 1 keer op plus. Phone pairing. Dan zegt de stem phone pairing. En dan weet je dat nu het Bluetooth kanaal open staat. Dan ga je dus, hij begint ook te piepen. Dus je weet dat je dan kan gaan verbinden. Nou, dan ga je nu naar je mobiele telefoon, zet je de Bluetooth aan. En dan zoekt hij de apparaten in de buurt. Nou, dan zie je SR1S staan. Dat druk je dan op en dan gaat hij verbinden. Dan moet je goed luisteren. Your headset is paired. En dan zegt hij nu, your headset is paired. Dus nu is je telefoon verbonden. Al het geluid dat uit je telefoon komt, wordt niet meer op deze speaker afgespeeld, maar op deze speaker. Goed, nu je telefoon verbonden is, wil je natuurlijk wat meer doen. Het belangrijkste is eigenlijk bellen of muziek luisteren. En dat ga ik nu ook even uitleggen hoe je dat doet. Als eerste bellen.
Nou, het is eigenlijk best wel makkelijk. Word je gebeld, dan kun je het telefoongesprek aannemen door één keer gewoon kort op plus te drukken. Dan komt de verbinding tot stand. Nou, wil je ophangen, dan hou je 2 seconden plus in en wordt de verbinding verbroken. Wil je eigenlijk een gesprek niet aannemen, dat kan ook. Dan kun je ook 2 seconden op plus drukken en dan wordt het gesprek afgewezen. Nou, wil je zelf bellen, dan kun je 2 dingen doen. Of op je telefoon het nummer indrukken en op bellen drukken. Maar ja, tijdens het rijden is het een beetje lastig. Je kunt ook, mits je telefoon daar geschikt voor is, door middel van voice command iemand bellen. Hoe doe je dat? Je houdt 3 seconden plus in en wordt de voice command op je telefoon geactiveerd. En dan zeg je bijvoorbeeld een naam en dan bellen. Dus je zegt bijvoorbeeld Jaap bellen en dan belt hij automatisch Jaap. Wil je muziek luisteren? Dat kan natuurlijk ook. Hoe werkt dat? Nou, als eerste moet je je muziekapp openen. Dus bijvoorbeeld Spotify, dat heb ik nu openstaan. Nou, wil je dan gaan afspelen, dan druk je eigenlijk voor 1 seconde de plus in. Pauzeren is weer 1 seconde inhouden. Nou, wil je een volgend nummer, dan druk je 2 seconden op plus. Tot zover eigenlijk de bediening van je telefoon. Naast de muziek afspelen is er ook een mogelijkheid tot de radio. Nou, de radio zit ingebouwd bij de Advanced. Wil je die activeren, dan moet je 5 seconden op min drukken. En dan wordt de FM-radio geactiveerd. Nou, wil je dan door de voorkeurszenders heen scrollen, dan druk je elke keer op 1 seconde op plus en dan gaat hij naar het volgende nummer. En die voorkeurszenders, die kun je weer instellen met behulp van een app. Nou, tot slot vertel ik nog even wat over het pairen met andere communicatiesystemen. Nou, dat kan eigenlijk met 3-4 varianten. Een communicatiesysteem zoals hier staat, het SC1-systeem, dus 2 SC1-systemen die je met elkaar pairt. Het kan ook met een ander communicatiesysteem van Sena, die zijn allemaal compatible. En het kan eventueel ook met een universeel communicatiesysteem van een ander merk, bijvoorbeeld dat van Cardo. Nou, wat je dus eigenlijk doet als je een ander communicatiesysteem wil koppelen, een SC1-systeem, dan druk je eerst op 1 seconde op min en daarna meteen op plus. En dan zegt de stem intercom pairing. Nou, dat doe je ook bij die andere en dan kun je bij 1 van de 2 helmen nog een keer kort op plus drukken en dan gaat hij automatisch verbinden. Nou, en door middel van een geluidje, van een piepje, bevestigt hij eigenlijk dat hij verbonden is. En zo kun je eventueel nog 2 andere SC1-systemen toevoegen. Nou, heb je geen SC1-systeem, maar een ander Sena-communicatiesysteempje, dan pair je eigenlijk precies op dezelfde manier. Dus je zet beide communicatiesystemen aan, je drukt op 1 van de helmen 1 seconde op min, en daarna direct kort op plus. Dat doe je bij die andere ook. Dan staan ze als het ware allebei de kanalen open. En dan druk je op 1 van de 2 helmen nog een keer kort op plus. Nou ja, en dan gaat hij dus automatisch koppelen. Wil je dan spreken, dan ben je er nog niet. Want het gesprek start niet automatisch. Dat kan eigenlijk op 2 manieren. Of door middel van een voice command. Of door middel van het drukken op een knopje. En hoe doe je dat dan? Dat gesprek starten, dat ga je weer naar het koppelmenu als het ware. Dus 1 seconde op min. En vervolgens druk je nog een keer op min. En dan is het spraakkanaal als het ware geopend met het communicatiesysteem dat als laatste gekoppeld is. Wil je nou een apart gesprek voeren met degene die daarvoor is gekoppeld? Dus stel je hebt 2 communicatiesystemen gekoppeld, maar je wil niet met de eerste praten, maar met diegene daarvoor. Dan druk je ook 1 seconde op min, maar dan druk je daarna 2 keer op min. Dus met die knop na het 1 seconde inhouden, selecteer je eigenlijk welk communicatiesysteem van de maximaal 3 waarmee je gaat praten. Wil je met een ander communicatiesysteem koppelen, maar het is geen Sena-communicatiesysteem, dat kan ook. Maar dan moet je er alleen wel zeker van zijn dat het andere communicatiesysteem die mogelijkheid ook biedt. Dat kun je terugvinden in de handleiding. Of even kijken of het een Bluetooth hands-free mode heeft. En daarmee kun je een universeel communicatiesysteem eigenlijk koppelen. De Schubert C3 Pro kraag, en de C3 ook, die heeft die functie niet.
Dus het is niet mogelijk om de C4 met de C3 te koppelen als je beide communicatiesystemen hebt van Schubert. Dat gezegd te hebben, hoe gaat het koppelen dan in zijn werk met een universeel communicatiesysteem? Nou, dat doe ik even in theorie, want ik heb hier geen voorbeeld van staan. Maar wat je eigenlijk doet, is je gaat terug naar het instellingmenu. Nou, dat bereik je door 10 seconden op plus of op min te drukken. En dan bevestigt een stem weer configuration menu. Nou, en dan kun je eigenlijk net zo lang doorklikken, dus elke keer op plus, totdat je de stem hoort zeggen Universal Intercom Pairing. Universal Intercom Pairing. Als je daar dan vervolgens op min drukt, dan selecteer je die functie en dan gaat die functie openstaan. En dan is het mogelijk om met een universeel ander systeem te koppelen. Ja, en hoe je dat dan precies doet bij dat universele andere systeem, dat zou je even in die specifieke handleiding moeten nakijken. Nou, tot dusver even de korte basisinstructies over het SC1 communicatiesysteem van Schubert. Er zijn tal van andere functies wat ook mogelijk is met dit systeem en die heb ik niet behandeld. Nou, mocht je daar vragen over hebben of mocht je ergens niet uitkomen, reageer dan gerust hieronder. Dan ga ik mijn best doen om daar antwoord op te geven en het je uit te leggen hoe het allemaal werkt. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Wil je een systeem aanschaffen? Dat kan natuurlijk. Je kunt langskomen bij ons in de winkel hier in Amsterdam. Of je kunt even de website checken, voordeelhelmen.nl. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze video. Zo ja, dan mogen de duimpjes omhoog. En je kunt je natuurlijk altijd abonneren op ons YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van onze laatste video's. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken en ik zie je graag weer de volgende keer.